was bikkelen voor jullie, maar voor niks, hè? Ja, ik denk dat wij eerste helft een van de betere eerste helften spelen van het seizoen. En uiteindelijk met lege handen. Was het een penalty? Ik weet het niet. Voor mijn gevoel zocht hij mijn been op eigenlijk. Maar ja, ik moet het even terugzien. Maar het was wel makkelijk. Maar ja, je dacht er gaf hem bij ons. Dus ja, dan zal hij me ook wel voor Ajax geven. Ik moet zeggen, voor mijn gevoel was Van Boekel 90 minuten lang gewoon de weg kwijt. Wat een... Ja, ja, niet helemaal de weg kwijt. Maar ja, ik vond dat... Ja, een heel eind. Ja, misschien. Ik had het idee van ja, dat die rechter centraal die kan ook op zich twee keer geel krijgen een paar keer. Maar ja, dat deed hij niet in mijn ogen. Misschien dat het Ajax was. Ik dacht als het bij ons zonder Duits was bijvoorbeeld, dat die hem wel zou krijgen. Maar ja, dat is achteraf. Ik vond dat Kenny niet veel deed. Hij zocht hem echt op en ja, dan loop je achter dat feit aan. Maar ja, je kan wel gaan ouwehoeren over de scheids. Maar ja, wij moeten gewoon die penalty maken en dan denk ik dat het een hele andere wedstrijd is. Hoe jij dan tweede helft? Want ik zie jou heel hard werken met heel weinig resultaat, omdat het gewoon niet als team lukt het niet. Ja, hoe voel ik me dan? Kijk, als ik verlies, dan ben ik sowieso niet te genieten. Dus ik heb zo meteen weer familie op bezoek. Nou, die kunnen beter gewoon lekker weggaan, want ze hebben niet veel. Gewoon klappen als ze twee keer aanbellen in plaats van één keer. Ja, misschien wel. Dus heel eerlijk zijn, op het einde ga je nog even liggen. Dat is alleen maar om eventjes Suzanne het veld op te krijgen, toch? Nee. Ja, even de sprint weer zien of ze weer zo snel is. Dus ja, maar dat, ze zag dat ze snel was, dus daar was ik blij mee. Ja, Suus is best snel, ja.